welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Wij gaan naar de spiegoloog. Spiegoloog, gewoon om wat te praten. Nu zijn al de lichten nog aan. Om soms wel nodig om eens te verdiepen eigenlijk in al die gedachten. Ja, dat wondmasker kijk ik nu nog niet op. En dat is wel cool om dat te doen. Dus daar gaan we nu naartoe. Ja, al lichten zijn eindelijk uit. Ik ben nog altijd nagenieten wat er gisteren gebeurd is met die luchtballon en zo. En ook met Silke en Meetap. Het water nemen we mee. Dus het was wel cool. Ik heb nu ook het geurtje nog van Silke. Ja, ik krijg nu al Silke, hè. Zo. Er is echt een kraan daar, kijk. Een kraan. Zie je dat? Een kraan staat. Jo zei dat er een kraan stond, maar ja. Nu zien we hem echt, hè. Zo. Voilà. Ik zeg, het mondkapje is nog niet nodig om te dragen. Momenteel. Maar dat ze even niet moeten dragen. Wel als we naar de spiegeloog gaan. Bij de spiegeloog moeten we ze wel dragen. En in de winkel natuurlijk ook. Maar anders niet. Ik kies dat aan. Zo, lekker overtrekken. Richting de spiegeloog. Ik hoorde zo op Instagram dat er veel mensen dat taboe vinden naar de spiegeloog gaan en dat durven zeggen. Maar ik zelf, ik vind dat niet zo taboe. Ik vind gewoon, ja, dat goed dat mensen naar de spiegeloog gaan. Want ja, dan kun je geholpen worden, dat vind ik wel goed. Als je geholpen kunt worden eigenlijk. Dus ik snap niet waarom dat mensen daar niet op hoeven kunnen praten. Ik doe dat wel. Nu zeker omdat ik wel vind dat mensen daar wel wat meer over mogen praten. Dat is niet verkeerd mee naar een spiegeloog gaan. Tegendeel. Dat is teken dat je eigen wilt helpen omdat je weet dat er van alles niet goed gaat. En dat is juist goed om naar een spiegeloog te gaan. Ja. Dus dat vind ik wel een voorbeeld. Eigenlijk. Zo. Het is zo. Ja, veel in de ballon is natuurlijk iets gemakkelijker, daar heb je niet zoveel putten in de weg en zo. En wat obstakels natuurlijk. Alles is een beetje chill vandaag. Nog wel een beetje moe van gisteren. Maar gisteren we zijn ook heel vroeg opgestaan om 4 uur en zo. Dat zie je natuurlijk allemaal niet als je de vlog bekijkt. Maar ik heb gisteren wel degelijk om 4 uur moeten opstaan. Dus dat was wel een beetje chill natuurlijk. Hè. Maar wat door, want als we te laat komen, dan moet ik hier zo meenemen. Ik heb zelf een diploma mee van de ballon om te laten zien. Dus mijn licht staat allemaal gisteren, zie ik. Kaartje kopen binnenkort voor die kleine camera en zo. Om die kleine camera te steken, ik kan iets beter vloggen, iets ruimer vloggen op de fiets, maar nu gaat dat niet. Daar is een grote camera en dat is weegt wat meer aan je vingers en je handen om beter kunnen vloggen.
record trouwens inschrijven voor de Voice van Vlaanderen. En ook de mama Panda heeft daar 10k gehaald op TikTok. Dus dat is 10k,4 dus. En ik heb gezegd van kijk, ja, dan schrijf ik me in voor de Voice. Dus dat was ook het deal. Ze dat ooit haalde, dus. Ze heeft gehaald, dus vind ik zo goed. Tot op. Echt op de mama Panda. Kom stil. Wat die gisteren allemaal hebben verricht, dat kunnen gewoon niet echt stappen. Dat is echt. Wat zo eigenlijk op korte tijd zo verricht hebben. Ik ben er wel blij mee. Maar dat zijn echt de beste mensen die ik ooit heb leren kennen. Zo lijkt Elga ook en zo, hè, dat doe ik allemaal. Maar echt, dat zijn mensen dat je. Ja, ik heb die leren kennen op TikTok eigenlijk. En kijk waar we nu staan met die mensen. Ik heb toch weten geen passie meer. Ik moest uitwijken. Ja, die meneer komt achter ons, dus we zien die niet, hè. Dus nu moeten we een bel hebben. Ik kan me daar kwaad maken, dat is die meneer zijn eigen fout. Als ik achter iemand rij en ik ga passeren, dan bel ik. Ik ga me daar kwaad maken aan zo'n mensen, hè. We moeten zo doen wat onze fout is. Dan voor het rood licht. Zo, we lopen hier nu. Voilà. We gaan richting de wachtzaal. Dus er valt ook veel te zeggen, want we hebben heel veel leuke dingen gedaan, maar ook het is wel leuk eigenlijk. We gaan dan eens wachten in de wachtzaal. We zitten nu in de wachtzaal. Even wachten, dus als je enkel probleem hebt, even te wachten. Je hebt er nog 4 minuten over, dus dat is echt wel moeten haasten. Zo, we zijn nu in de winkel, zoals je kan zien in de Aldi. En we gaan eens kijken wat we nodig hebben. Hè. Ik altijd hetzelfde in de Aldi. Even kijken of er die noten zitten.
ziet er wel lekker uit. Dan nemen we deze even mee. Er zit hier nog allemaal ijscream in, maar dan gaan we dat pakken. Ijscream, dus we hebben dat. Ja, ik ga ze hierin pakken. Alles staat op de kassa en alles opgezet en zo. En nu is het wachten. Zo, we vertrekken nu uit Alden richting de apotheker. Dus. We wachten. Als ik het nog nodig had. We gaan even bij de apotheker binnen. Ja, ik kan het helemaal niet. Kindjes die zo kijken. Dat is een vlogger. Ik word heel vaak herkend de laatste tijd. Ook in een jaar of zo. Hè. Totaal niet. We mogen met die camera wel binnen, maar we mogen dat niet filmen. Ik moet daar een micro op staan. Even stiekem. Eens kijken hoe niet druk is bij de apotheker. Hoop ik alleszins. Is. Dat zou niet goed zijn. Even dus parkeren hier. Ja, doe maar. Vonden jullie het een leuke video? Vergeet niet te abonneren bij onze Silly, onze Bolstar. Ciao!